We beginnen nu met Gerard Reis. Voor de mensen die iets vaker wat hebben gedaan met geneesmiddelen en dergelijke, is Gerard een oude bekende. Hij is daar denk ik al wel 20 jaar mee bezig, als het niet langer is. En ik heb begrepen al inmiddels 40 jaar ambtenaar in dienst bij het ministerie. En dat komt niet zo vaak meer voor, dus dat is heel bijzonder. Gerard, aan jou het woord. Ja, dan ben ik pas vorige week 60 geworden, dus dat valt wel mee nog hoe oud je bent. Mijn eerste ervaring met medicijnwest dateert inderdaad al van 17 jaar geleden. In 2002 hebben wij een eerste inventarisatie gedaan naar het voorkomen van medicijnwesten in oppervlaktewater. En ik ben blij dat ik kom te staan onder aldoende leren, al lerende doen. Want daar gaat het precies over. Ik zal het een en ander vertellen over de bijdrageregeling IEW zuivering medicijnwesten. Daar wil ik een korte inleiding maken over onderscheid tussen een demo en een pilot, zoals we dat benaderen binnen in het ministerie. En ook binnen het innovatieprogramma waar Corwaard een en ander over gaat vertellen. Dat zijn de pilots en een demo die vallen onder de bijdrageregeling van het ministerie. Ik zal het een en ander vertellen over de prestatievereisten waaraan die demo's moeten voldoen. En ik zal later wat meer in detail ingaan op de monitoring, zowel chemische monitoring als de biologische effectgerichte monitoring. Pilots zijn dus de projecten die vallen onder het innovatieprogramma van STOA en INW waar we nu mee bezig zijn om dat op te tuigen. En de demo's vallen onder de bijdrageregeling van het ministerie. Demo is, dat moet je doen met direct toepasbare technieken. Dus die al een ontwikkelingsfase hebben ondergaan. Ze moeten dus een technology readiness level hebben van 7. Dat is een beetje waar wij van uitgaan. Als je kijkt naar de pilots, dan is dat, die zijn duidelijk nog in ontwikkeling. En dat zijn verschillende projecten kunnen het zijn. Kunnen verkenningen zijn, haalbaarheidsstudies, maar ook pilots op praktijkschaal. Nou, demo's, de naam zegt het al, zijn demonstraties onder praktijkomstandigheden. Als full-scale installaties. En full-scale installaties wilde ook niet zeggen dat het per definitie ook de hele RST betreft. Het kan ook één zuiveringsstraat zijn. Bij demo's kijken we ook wat meer integraler naar de prestaties. We kijken naar bedrijfsvoering, beheer, kosten, inpasbaarheid, duurzaamheid. Maar ook natuurlijk naar de monitoring van zuiveringsprestaties. Nou, als je kijkt naar de demo, naar de pilots, dan is het meestal wat beperkter door te kijken naar zuiveringsprestaties en kosten. Pilots hebben ook een kortdurend karakter en de demo's hebben in ieder geval bij ons een wat langdurige periode waarmee ze getest worden. Als je kijkt naar de INW bijdrageregeling voor de demo's, dan zit er 60 miljoen in de pot daarvoor. En de regeling is bedoeld om de waterschappen financieel te ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie van de vergaande zuiveringstechnieken. Dat hebben we zo afgesproken met de waterschappen. En als een waterschap die intentie heeft om bij een RST een vergaande zuiveringsstap te introduceren, dan wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het ministerie en het waterschap, waarbij zo'n beetje de spelregels, de intentieverklaring, in beschreven staan. Onder zo'n samenwerkingsovereenkomst komt ook een nadeelovereenkomst. Dat geldt per RST. Dus per demo wordt een aparte nadeelovereenkomst gesloten, waarbij precies aangegeven staat wat op die zuiveringsinstallatie gaat gebeuren, wanneer het begin is en wanneer vervolgens de periode van 10 jaar begint. En dan hebben we nog een bijlage. En die bijlage, en daar kom ik met name op, aldoende leren al leren doen. Daar staat onder andere voornamelijk in beschreven van hoe moet je monitoren, aan de hand van welke gidsstoffen, hoe moet je biologische effect monitoren, hoe vindt de bemonstering plaats. Dus daar staat het een en ander in over hoe we aan het begin van het traject hebben afgesproken. Maar het wil niet zeggen dat het in beton is gegoten en dat het tot eeuwigheid, dat we het ook zo moeten blijven doen.
Als je kijkt naar de financiële bijdrage, dan is die gemaximaliseerd tot 2 miljoen per demo. Dat hebben we gedaan omdat anders vrij grote RSI's toch een behoorlijk deel van het budget zouden opslurpen aan budget. Het bestaat uit een vast bedrag van 250 kilo euro en die kan worden gebruikt voor de keuze van de techniek. Die we toepassen bij een demo-installatie. Of die wordt sowieso gebruikt om de zuiveringsprestaties van die demo-installatie gedurende 10 jaar lang te monitoren. En dan is die, en dat is kostendekkend. En er staat een variabel deel, waarbij we afhankelijk van de grootte van de zuiveringsinstallatie 7 cent per kubieke meter inkomen vergaan te zuiveren afvalwater voor 3 jaar medefinancieren. Nou, de trefwoorden bij de bijdrageregeling is, net zoals bij de ketenaanpak BC rest uit water, een pragmatische aanpak. En zoals we hier ook al horen, lerend implementeren. En, het laatste is nog misschien wel veel belangrijker, wat je geleerd hebt ook delen met andere collega-waterschappen. Wat zijn de prestatie-eisen van die demo's? Dat is het is belangrijk dat die gedurende een lange periode dat die in bedrijf is. Dus zodat je daar genoeg ervaring van mee op kan doen en die ervaring ook kan delen met de andere waterschappen. En de periode hebben we 10 jaar, daar hebben we 10 jaar voor gekozen. En de reden daarvoor is dat niet zo'n demo-installatie naar bijvoorbeeld de waterschapsverkiezingen weer wordt afgebroken en dan weer iets anders mee gaat gebeuren. Het belangrijkste is dat je de kennis deelt met elkaar. Er moet een jaarlijks rapportage plaatsvinden. En als je kijkt naar het ministerie, dan zijn er maar 2 dingen echt verplicht. Dat is, we moeten iets hebben van de financiële verantwoording, want ook het ministerie moet richting de Tweede Kamer moet dat kunnen verantwoorden. Een ander deel is dat die monitoringsresultaten van die zuiveringsprestaties, die moeten ook gewoon jaarlijks gerapporteerd worden. Maar het is zo mooi als je een samenwerkingsovereenkomst hebt gesloten, dat je dan ook zegt van laten we die kennis die we hebben, die ervaring die je opdoet op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, onderhoud, kosten, inpasbaarheid, tips, bijvangst waar we net over hadden over waterkwaliteit, laat die nou met z'n allen ook echt daadwerkelijk delen. Dus ga een beetje los van wat echt zou moeten om het te rapporteren, maar probeer daar wat meer trots te zijn op je demo en probeer het over te dragen op anderen. Als je kijkt naar wat dat werk dan verplicht is, als je kijkt voor chemische parameters, voor de chemische stoffen, is meer dan 70% verwijding van de microverontreinigingen is verplicht. Dat is een inspanningsverplichting voor de eerste 2 jaar. En daarna wordt het een resultaatverplichting voor de jaren 3 tot en met 10. Nou kunnen we daar helemaal niks mee met die 70% verwijding van dat is een gif van microverontreinigingen. Daarvoor hebben we het nader uitgeschreven. Het is berekend als rekenkundig gemiddelde van de zuiveringsrendementen van 7 van de totaal 11 die aangewezen zijn afzonderlijke gifstoffen. En het is berekend als concentraties, dus niet als vrachten. En die 70% die is berekend over de hele RSI. Dus afloop voorbezinktank, dus in de effluent vergaande zuiveringstechniek in relatie tot de huurwaterwater of afloop voorbezinktank. Dus over de hele RSI moet 70% rendement zijn. En dat moet geweten worden middels tijd voor officieel monsternamenapparatuur gedurende 48 uur. En er moet rekening gehouden worden met de verblijftijd in RSI. Dus het is niet zo zinvol om verwijderingsrendement te rekenen waarbij influent en effluent tegelijkertijd zijn bemonsterd. Daar maak je dus een heel grote fout mee. En de monstername die, is in principe voor de eerste komende 2 jaar 1 keer per maand en daarna wordt die 1 keer in de 2 maanden.
Wat zijn dan die gifstoffen? Nou, hier staat ze vermeld. En de criteria die daaraan te grondslag liggen, zijn dat die stof algemeen aanwezig moet zijn in influent als het effluent van RST. Dus ze moeten slecht te verwijderen zijn in de bestaande RST. Maar ze moeten daarentegen goed extra te verwijderen zijn met een vergaande zuiverstechniek of een combinatie ervan. En bij voorkeur moeten er eigenlijk ook gifstoffen zijn die aangemerkt zijn, ook als gifstof, in Duitsland en Zwitserland. En de gedachte daarachter is dat je de onderzoeken die je in Nederland doet, die kan je ook vergelijken met de onderzoeksresultaten in Duitsland en Zwitserland. En misschien worden in de toekomst ook nog afspraken gemaakt in het Rijnverband en het Maasverband om een bepaalde inspanningsbeginsel te hebben om bepaalde microverontreiniging te verwijderen. Nou, die gifstoffen hebben maar eigenlijk geen enige relatie met ecotoxiciteit. Maar die moet alleen inzicht geven in de prestatie van de vergaande zuiveringstechniek. En het is niet de bedoeling om alleen te kijken naar die gifstoffen, maar eigenlijk een heel groot scala aan andere microverontreinigingen die ook in het rioolwater zitten. Nou, verder moet er eigenlijk een robuuste analysemethode beschikbaar zijn, zowel voor het effluent als voor het influent. Voor het effluent bestaat hij wel, maar voor het influent zijn er toch wel wat vraagtekens of je goed genoeg kan meten deze stoffen in het influent. Nou, daar gaat Willy van den Berg straks over hebben. Maar om deze reden zijn we ook met de ontwikkeling begonnen van een robuuste analysemethode. Dat is aan de ILO-laboratoria opdracht gegeven. Opdracht van STOA en IEW. En de ambitie, en dat lat ligt eigenlijk vrij hoog gelegd. We willen 10% nauwkeurigheid in zuiveringsrendement kunnen bepalen. Aan het eind van dit jaar zal er meer de methode beschikbaar moeten zijn. Komt er ook een ringonderzoek waarbij commerciële labs ook de mogelijkheid krijgen om aan te haken. En wat ik net al zei, van in principe is niks in beton gegoten. Dus wat we daarvan leren, is dat we misschien moeten komen tot een heel overweging van de gifstoffen of van de bewonsingswijze. Hetzelfde soort aanpak hebben we ook voor de effectgerichte monitoring. Daarvan hebben we gezegd van daar moet 50% reductie is het doel om van de ecotoxologische risico's voor het watermilieu. Nou, dat is nog meer in ontwikkeling dan de analysemethode. En om die reden hebben we ook dan gezegd van nou, we doen het nu voor de hele periode als inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverplichting. Monsternamen moet 1 keer per kwartaal plaasvinden. Voor de eerste komen 2 jaar en daarna voor de jaar 3 tot 4 1 keer in een half jaar. En die reductie, 5% reductie, die moet berekend worden als een risicoanalyse voor het RST-effluent met behulp van de Simony-methodiek. En die Simony-methodiek die is eigenlijk ontwikkeld voor oppervlaktewater, maar daar willen we verder doorontwikkelen voor RST-effluent. Bas die van de Wal die zal er straks misschien nog wat meer over vertellen. En die reductie moet plaatsvinden in elk watermonster die samengesteld is als een weekmonster met dubieus provinciaal monsternamen. En die 50% reductie wordt berekend na passage van de vergaande zuiveringstechniek ten opzichte van de situatie zonder vergaande zuivering. Nou, zoals ik net zei, van, er zijn veelbelovende. We hebben 2 pilots gedaan: Pakas en De Grote Lucht. En waarbij hebben we als eerste probeersel die Simony-methodiek, die ontwikkeld was voor oppervlaktewater, hebben we een keer bekeken, ook op RST-effluent. Nou, die resultaten zijn veelbelovend.
Wat we nu gaan doen is doorontwikkeling van die methode voor RSI-effluenza. Die methode is nog heel erg duur. Je praat over, denk zo'n beetje 4500. Okay. 4500 euro per analyse. En we willen die kosten duidelijk omlaag zien te krijgen. Tot minimaal de helft van die 4700 euro. En dat denken we te kunnen bereiken door die extractiemethode, zoals die nu plaatsvindt. Die is dus behoorlijk bewerkelijk en niet gebruiksvriendelijk. Dus daar willen we wat aan doen. Daarnaast is natuurlijk die methode, die maakt gebruik van 15 bio-assays. De vraag is, niet elke bio-AC is even relevant voor RSD-effluent. Dus als je daar de niet-relevante bio-AC's sowieso gaat schrappen, dan scheelt het ook aanzienlijk in de kosten. Daarnaast zijn er ook bio-AC's die misschien wellicht wel interessant zijn, maar die hier niet in zitten. Nou, de bedoeling is dan om die ook aan toe te voegen. Nou, daar wordt de komende tijd nog uitvoerig over nagedacht hoe we dat zouden moeten doen. Maar daarnaast werd net ook al gezegd van ja, die gitstoffen, eigenlijk zou je veel meer dingen moeten kijken, bijvangst. Ja, eigenlijk zou er ook weer iets van een ontwikkeling moeten komen voor de koppeling van die effectgerichte monitoring met screening van chemische stoffen. Dus niet puur kijken naar dat en dat stofje, nee, gewoon een algeheel screening. Nou, dit is een voorbeeld van die twee pilots die we gedaan hebben. Waarbij we zien dat bij paarkas, dus met poederkool aan actief slief gedoseerd, dan zien we dus... De hoge piekjes, dat is de referentiestaat. En de lage piekjes zijn de poederkool doseringen. En je ziet dus dat bij de poederkooldosering staat dat de risico's een stuk lager zijn dan bij de referentiestaat. Dat is mooi. Dat feit alleen al. Maar het nog mooier is dat de bio-AC's die een verschil maken tussen RSD-effluent en oppervlaktewater, juist die worden, daar worden de signaalwaarden juist lager door. Dus het blijkt dus dat we de bio-AC's toch wel aardig goed kunnen aanduiden welke belangrijk worden. En dat dus poederkool ook het een en ander daaraan doet. Bij de grote lucht is gebruik gemaakt van ozon. En daar zie je dus een verschil tussen afloop na bezinktank. Dus de ecotoxicologische risico's zijn vrij hoog. Als je daar door een zaltfilter leidt, dan gebeurt er niet zo gek veel. Maar daarentegen, als je door een ozonheid leidt, dan gebeurt er duidelijk het een en ander ten goede van die ecotox-effecten. Nou, dat beeld dat schept is veelbelovend. En als je de chemie zet naast het beeld van de biologische effectmetingen, dan kan je de conclusie op basis van die twee pilots kan je zeggen van, er is extra verwijding van gitstoffen. Er vindt bijvangst plaats van andere micro's. Dat hebben we ook aangetoond met screeningsmethoden. En er is een lager ecotoxicologische risico's. En als je het beeld nog zet tegen het onderzoek wat in Duitsland en Zwitserland gebeurt met veldmetingen, dan zie je dus dat dat beeld ook klopt voor in het oppervlaktewater zelf. De Universiteit van Tübingen heeft er heel veel aan gedaan. En deze sheet, daar eindig ik meestal mee. Omdat wij naast het onderzoek wat we doen in Nederland, kunnen we ook heel veel leren van onze buitenlandse collega's in Duitsland en in Zwitserland. En die hebben alle informatie, alle onderzoeken worden op deze site gezet. En als je daar gewoon een beetje op googelt, dan kom je toch iedere keer tot nieuwe resultaten tegen. Zo kwam ik afgelopen week
tegen dat ze ook een brochure hadden gemaakt over de vorming van bemaat door ozon. Nou, dat is iets waar we ook nog mee aan de slag moeten in Nederland. En daar kunnen we gebruik van maken. En als je heel erg lang doorkoekelt, kom je uiteindelijk ook eens een keer op een citaat tegen. Wie durven wie de ingenieurs zijn. En er is daar een mentaliteit van in Duitsland en Zwitserland van, jongens, we gaan aan de slag. Hier wil ik het bij laten. Wie heeft er een vraag? Gerard, er is je krijgt een subsidie. Je krijgt geld voor de kubus afvalwater die je hebt. Waarom niet voor de IE's die je hebt? Want waarom knoop je dat aan de hoeveelheid water die door de zuivering loopt? Het gaat toch om de hoeveelheid vuil die door de zuivering loopt? En parallel daaraan, je bepaalt het rendement op basis van concentraties. Waarom niet op basis van kilo's? Het gaat er toch om hoeveel kilo's je loost op de Maas of waar dan ook? Nou, de belangrijkste drijfveer om het te doen zoals we het zo gedaan hebben, is omdat het toch wel heel eenvoudig is om kubus te meten en te registreren in plaats van IE's. En daarnaast, de vuillast zegt niet alles over microfontreiniging. Je kan een heel hoge vuillast hebben met BZV of CZV, maar er hoeven op zich geen weinig micro's in te zitten. Dankjewel Gerard. Mijn naam is Gert-Jan Zwolsman van Dunea, waterbedrijf. Ik heb twee vragen. De eerste over de gitstoffen. Ik zag daar geen röntgencontrastmiddel in. Daar zal vast bewust over nagedacht zijn, want het is toch een behoorlijke belasting in termen van vracht. En ten tweede het criterium 70% verwijdering gebaseerd op maar 7 van de 11 stoffen. Wat is het idee daarachter? Om bij de röntgencontrastmiddelen te beginnen. We hebben ook een beetje gekeken naar welke stoffen van die gitstoffen gemeten kunnen worden in één analysemethodiek. Dus een röntgencontrastmiddel is dus een duidelijk iets andere methodiek om te analyseren dan de stoffen die erin staan. En röntgencontrastmiddelen zijn ook vrij variabel in de tijd gedurende de week. Als je bijvoorbeeld maandag meet, dan vind je weinig röntgencontrastmiddelen in het influent en dus ook in het effluent. En dat is een van de criteria is om die toch altijd te kunnen meten. De tweede vraag is van waarvoor hebben we gekozen voor die 7 van de 10. Is omdat je niet van tevoren weet welke stoffen allemaal in het bij elke mons aanwezig zijn. Dus, en die 70% hebben we gekozen op basis van wat realistisch is. Als je kijkt naar poederkolders hier in een paar kas, dan hebben we gezien dat je 70% dat je dat goed kan halen. Maar zit je bij 80%, dan wordt het al moeilijker om paar kas poederkolderdosering te gaan toepassen. En dat is er weer naast zich geweest waarvoor we gekozen hebben voor 70. In Zwitserland hebben ze gekozen voor 80% zuiveringsrendement over de hele zuiveringsinstallatie. Maar daar hebben we te maken met lage RWA-DWA verhoudingen. Dus in Nederland hebben we te maken met wat meer uitschieters. Dankjewel Gerard. Ik wou het gezien de tijd bij deze vragen houden.